Minister Prahlaat Suedien van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat binnenlandbewoners zich gaan moeten aanpassen aan de veranderingen in het klimaat. Het is tijd dat mensen in het achterland zich bewust moeten zijn van deze wereldwijde veranderingen die voor alle landen in de wereld gevolgen hebben. En we weten nu al van dat al die mensen moeten verhuizen naar hoger gelegen gebieden. Ook de kostgronden moeten verhuisd worden. Dus afhankelijk van de bodemtypes daar, kijk hoe snel zij dat hebben kunnen realiseren. Het kan zijn dat het blijvend is, het besluit nog groter worden. Maar in ieder geval mensen moeten geholpen worden, dat is belangrijk. Suedien zegt verder dat de landelijke rijstaanplanten voor dit seizoen genoeg zijn voor de productie op de lokale markt en voor de exportdoeleinden. De bedoeling is dat er nu gekeken wordt naar de garantie voor andere inzaaiperioden. We kijken nu naar inzaaiseizoen van november, december aanstaande. Vandaar dat ik nu een gesprek met mijn collega van Buitenlandse Zaken heb. Nu versneld de contacten met een financiële oppakker. Om dan tot een deal te komen van hoe snel wij in de Petro-Caribe dus de deal weer kunnen activeren. De minister vertelde eerder aan journalisten dat er binnen regeringsverband plannen zijn gemaakt om de productie van rijst te vergroten. Ook zijn er na de overstromingen van vorig jaar in de verschillende districten en dit jaar in het binnenland plannen gemaakt om het verbouwen van gewassen op een dusdanige wijze te doen dat bij wateroverlast de gewassen niet vergaan.